Hallo allemaal! Met Spooky op de achtergrond. Ik heb een unbox video. En ja, hij is een beetje lang onderweg geweest. Ik heb hem december verleden jaar besteld. Ik heb hem vandaag pas binnengekregen van AliExpress. Dus laten we gaan kijken wat het is. Moment! Het eerste wat ik gekocht heb, omdat het standaard niet bij zit, is een power supply ervoor. En nee, het is geen laptop. En hier is het pakketje. Met een knijfje erbij. Even kijken, waar moeten we snijden? Wat maakt het uit waar we snijden? Ja, dat is door de douane geweest ook. Ik moest €6 bijbetalen. Het stond op het papiertje wat op de doosje zat. Een beetje kort te worden. Oh nee, niet. Nee, niet. Nee, niet. Nee. Nou, het is goed verpakt, moet ik zeggen. Oef. Ja, daar is hij. Het is een solderboutje. De TS100. Smart control, sleep mode, alert mode. Temperature range 100 tot 400 graden, input voltage 12 tot 24 volt en stroomverbruik 17 tot 65 watt. Smart control, sleep mode en alert mode. Er zit geen bonnetje bij en ik ben in de tussentijd vergeten dat ik ervoor betaald heb. Ah, de extra soldeertips die ik besteld had. Dat ding is klein, zeg ik. Wauw. Het is van het merk Miniware. Het is de officiële TS100. Oh, ik weet het alweer. Ik heb er €98 voor betaald. En €37 voor de twee tips. Oh, de standaard. Ja, 3D printen wel eentje. Ah, het is de koperen kleur wat ik al gehoopt heb. Zit de power in? Hoe staat je hem op? B. Of moet er eens een tip in? Ik wil natuurlijk ook. Ach nee, natuurlijk niet. Er zit geen stroom op. Slapen doen we s'nachts. Want soms zijn we wakker.
En het voordeel van dit apparaatje is dat het verhittingsgedeelte voor in de punt zit. Ook als je hem. Nou, het schroefje. Ook als je hem aan hebt staan, dan kan je dit gedeelte rustig beetpakken. Dat voelt wel warm aan, maar niet heet. Maar je moet niet hier naartoe gaan, want hier zit een verwarming in. Schroefje losdraaien. Hij is los. Een te groot bitje. Ja, waarom nou? Is ook te groot. Deze misschien. Nee. Ach, het is een. Ah, nee, het is een sterretje. Het is geen kruiskop. Zo. Je hebt een aardekabel hier. Nee, die heb ik niet nodig. Er zit toevallig ook een sleuteltje in. Niet dat het een probleem is. Maar ik heb geen zin om hem zelf te moeten gaan zoeken. Maar goed, laten we even gaan kijken. Zijn deze. Deze. Nee, die is te groot. Hey. Maar deze is te klein. Ja. Ook te klein. Ze zijn te groot of te klein? Hier, we hebben nog meer smaken. Jij bent wel degelijk te groot. Hibbes. Nog verder open.
dacht dat ik mijn pietjes allemaal gemagnetiseerd had. Ik denk dat ze de kracht zijn verloren. Nee, nog niet. Dit is een magnetiseren en demagnetiseren apparaatje. Of is het een RVS-buitje? Dat kan ook. Ik denk dat laatste. Dat is wel een rotschroefje dan om je op zijn plek te krijgen. Jij zit er helemaal in, neem ik aan. Nu wel. Het zit sowieso wel stevig vast. Dat schroefje is extra veiligheid. Het schroefje heeft geen zin. Zo. Ja, ik heb het een beetje met de soldeerbout ingebrand. Zodat ik hem een beetje in al erin kan leggen. Maar mijn andere beetje niet erin, want dat is mijn standaard beetje die ik altijd gebruik. Zo. Dan zeggen we op slot. En die schroevendraaier heb ik ook een eeuwigheid geleden gekocht. Nou ja, een eeuwigheid geleden, ik geloof van mijn hand of. 4 geleden. Daar heb ik ook een video unboxing van gemaakt. En ik moet zeggen, het is een perfect dingetje. Je moet niet denken dat je ermee schroeven met de muur kan draaien, maar daar zijn ze ook niet voor bedoeld. Maar voor gewoon om consoles te openen, dat soort dingen, daar is het perfect geschikt voor. En ik heb 23 euro voor deze oplader betaald. Je kan een laptop voeding gebruiken. Maar ja, ik heb mijn voeding voor mijn laptop nodig. Dus ik heb het liefst een eigen voeding voor dat apparaatje. Dat heb ik nu. Zo. Ongeveer 1 meter kabel. Dus dat is wel zat. Dat is wel bekende computer aansluiting. Oh, we hebben stroompje nodig. En het is tot leven gekomen. Press heb ik gedaan. En hij is heel snel op temperatuur. Hij is nu aan het verwarmen. Oh, ik voel de hitte al.
300. Dan gaat het 400. Dan doen we 300 graden. En hij is op 300 graden. Ja, je kan een beet pakken. Wauw, ja, dat niet. Ik heb helaas momenteel niks om te solderen. Ik heb de kits allemaal al gedaan. Maar ik heb wel soldeerleg, dus even kijken. Ja hoor, perfect. Ja, dat werkt goed. Altijd heel verstandig als je nieuwe soldeertips hebt, altijd even in de soldeers dopen en dan even in je... schoonmaken. Nee, we kunnen het opnemen. Ja, ik ben thuis. Ja, is goed. Ik moet thuis zitten. Ja, oké. Okay. Ik probeer poes niet te geven, nee. Oké. Oké, doei. Sorry, dat was mijn zus. Oh, dat is alweer een balletje. Oh. Te veel soldeer op dit punt. Maar dat maakt niet uit, hij moet even goed ondergedompeld worden. En dan ga ik hem niet koesten. Nee, je zal hem wel vaker tegenkomen, want... het is iets wat ik... lang ga gebruiken. Ik heb wel een hete luchtstation met solderen, met een soldeerapparaat daar. Hete lucht en solderen. All in one dingetje. Maar ja, om die steeds hierheen te halen als ik iets kleins moet solderen, dan heb ik liever dit dingetje hier al. En ik zag al op YouTube mensen die er heel tevreden over waren. Ik denk, nou, dan wil ik hem ook wel proberen. En ze zeiden al dat hij klein was, maar hij, het is echt een klein ding. Zonder tip dan is de pen groter, dus ik kan nagenoeg klein die is. Oké, en hoe ziet je hem uit? Nee. Onthoud je ook wat je als laatste gedaan hebt? Ja. Nou, heel mooi. Ik had nog een item gekocht. En dat is een punt. Hele puntige punten. Ze zijn heel mooi. Nou, ja, scherp. Je hebt wel verschillende merken die deze nou aanmaken, maar die miniware is doorsnee. En dat merk je ook in de prijs. En het volgende wat ik gekocht heb, maar die heb ik al uitgepakt, want ik had hem nodig. Mijn componententester.
Ik heb €15 voor deze betaald. Dat was inclusief het kassie erbij. Die heb ik gekocht bij... hoe heet die nou? Uit Duitsland. Ik ben er even met mijn gedachten niet bij. Waar heb ik deze nou gekocht? Dat was tegelijk met... Hi Alexa! What's the time? It's 6:17 p.m. Hope you've had a good Monday. Daar heb ik €99 voor betaald. Dat is de, daar heb ik ook al een video van gemaakt. Amazon. Amazon.de komt deze vandaan. Ik verwacht nog twee pakketjes. Dat zijn twee kietjes. Die ik besteld heb. Dit is een component tester. Daar kan je... Als je nou een onderdeel hebt en je kan het niet lezen, bijvoorbeeld. Deze pootjes langs doen. Ja. Plaats je hem, druk je op het knopje. Dan zit die test in. Het duurt even, want hij gaat allerlei testen doen en dan kan je hier zien. Een capacitor. Filos is 1,8%. Ik heb het vooral voor weerstandjes te meten en die kleurcombinaties. Ik krijg ze er niet in. Oh. Ja, dit is mijn koffer met allerlei elektronica onderdelen. Ik heb nog een kleinere. Dat is het pakket die eruit wil. En dat maakt deze unbox video helemaal compleet. Ik bedank je voor het kijken. En ik hoop je in mijn volgende video te zien. Doei!